Tien jaar geleden zijn jullie begonnen. Ja, waarom zijn jullie aan deze zorgboerderij begonnen? Jij met je vrouw Rut. Nou, Rut en ik die hadden zoiets van. Hey, um, volgens mij kan het iets anders in de zorg als uh, toen die tijd. Gelukkig is er in die tijd heel veel veranderd. En uh, wij hebben daar in ieder geval onze bijdrage ook aan uh, geleverd. We vonden gewoon de zorg kon anders. En wat betekent voor jullie anders? Um, meer... Uh, Cliëntgericht. Uh, ja, um, de, de cliënt, normaal was het altijd zo van een cliënt vroeg was. We zaten veel op kantoor. We moesten uh, papierwerk doen. En Rutte en ik zo zoiets van nou, papierwerk, het is, het is dat het erbij hoort. Maar meer centraal naast de cliënt staan vonden wij veel belangrijker. En dat is wat we hier doen. Dus daarom zijn jullie aan die uh, zorgboerderij begonnen. En ja, waar bestaat het hier bij de Breur uit? Nou, op de Breu hebben we een dagbestedingsproject en op het dagbestedingsproject hebben we een kledingzaak. We hebben daar een houtwerkplaats en we hebben daar ook een fietswerkplaats. Um, we doen houtkloven, we doen tuinwerkzaamheden, we zijn met de jongens in het bos. Uh, ja. en je kunt het eigenlijk zo gek niet opnoemen, want uh, de, klant, de klant die vraagt, de cliënt die vraagt. En wij gaan kijken of we de zorg op maat kunnen geven. Ja, want hoeveel mensen lopen hier zo dagelijks rond? Dat varieert tussen de 10 en 15 personen. En dat zijn, is een speciale groep mensen? Uh, de mensen die vallen onder de GGZ-zorg, uh, mensen met een uh, middelenverleden, uh, middelen, uh, die, uh, die werken hier. Ja. En het draait uh, lekker? <laughs> ja, nee, het draait, het draait lekker. Het kan natuurlijk altijd beter, maar het draait, het draait lekker. Ja. ja, want jullie zijn naast dat jullie een zorgboerderij zijn ook een rustpunt. En hoe gaat dat? Nou bij het rustpunt uh, komen de mensen, komen met de fiets, die komen hier aan en uh, krijgen ze van ons uh, een, 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 een welkom en we nemen ze mee of iemand neemt ze mee en gaat naar een plekje toe. Mogen ze dan ook nog zelf uitzoeken. Krijgen ze koffie, zelfgemaakte appeltaart die we dan ook nog uiteraard in de keuken maken. Ja, en erg leuk. Ja. Gezellig dus. En ja, daarnaast hebben jullie ook een uh, uh, een plek waar mensen kunnen overnachten en. Dat is elders in de stad of is dat ergens anders nog weer? Dat is, uh, elders, uh, dat is elders, dat is ergens anders dan in de stad Almelo uiteraard. Dat is in Geesteren. Daar hebben we een 24-uur-wonen. Daar wonen op dit moment acht mannen. En uh, ja, die krijgen na een training in het zelfstandig wonen weer. En uh, zo gauw dat ze weer klaar zijn, dan gaan ze weer verder. En het is ook een doorgroeilocatie. Dus als je bij ons komt, wil niet zeggen dat je je hele leven bij ons blijft wonen. Maar een gedeelte van je leven varieert tussen de twee en vier jaar. Ja, en hebben jullie nog uh, wensen voor de toekomst? Wensen voor de toekomst zijn er altijd. <laughs> ja, uh, groter worden, nee. Uh, zijn zoals we blijven, zoals we zijn, heel graag. Ja, ja, dat is wat we gaan. Dat is onze grootste wens. Ja. Dus uh, jullie doelstelling om dit uh, te kunnen draaien, die is eigenlijk wel verwezenlijkt. Uh, ja, meer dan dat. Ja, eigenlijk wel. Ja.